De Vierdaagse gaat ieder jaar gepaard met allerlei leuke gadgets rondom dit wandelevenement. Het radioprogramma Saturday Mike Fever heeft de drie leukste Vierdaagse gadgets van dit jaar op een rijtje gezet. Welke hebben dingetjes mag je dit jaar echt niet missen? Gisteren zag je al de eerste gadget. Heb je deze gemist? Ga dan naar ons YouTube-kanaal voor de Vierdaagse update. Morgen behandelen we de derde gadget, maar nu eerst nummer 2. De Vierdaagse. En de volgende die heb jij meegebracht, Suzanne. Ja. Welkom. Dank u. Wat is het? Het zijn de Vierdaagse feestensokken. Maar dan zeg je iets heel belangrijks. Het zijn Vierdaagse feestensokken. Klopt. Dus ze zijn niet bedoeld om tijdens het wandelen te dragen? Nee, het zijn echt limited edition sokken voor de Vierdaagse feesten. Dus lekker deze week met de sokken aan door de huiskamer. ja. En ze zijn echt heel... Hou ze eens even omhoog, dan kan Matthijs ze ook zien. Kijk, ze zijn echt in de kleuren van de Nijmeegse Vierdaagse gemaakt. Inderdaad, ja. Kun je zelf eens beschrijven hoe de sokken eruit ziet? Ja, ze zijn dus in de kleuren van de Vierdaagse feesten, of de huisstijlkleuren eigenlijk. En ze zijn dus gemaakt van gerecyclede petflessen. Dus ze zijn ook nog eens duurzaam. Het zijn eigenlijk een beetje vrolijke sokken. Dus ja, dat kenmerkt ook wel. De Vierdaagse feesten zijn voor iedereen. Zeker, ja. Mannen, vrouwen, unisex. Dus iedereen kan ze aan. En waar kwam het idee vandaan om dan speciaal Vierdaagse feestensokken te maken? Want ik zou denken, hè, Vierdaagse, lopen, wandelsokken, dat snap ik. Maar waarom de feestensokken? Nou, het idee is vorig jaar eigenlijk al ontstaan met een merchandise item. Ja, toen ga je t-shirts doen of ga je toch iets anders bedenken en wil toch iets voor iedereen. Dus toen is de sokken eigenlijk ontstaan, het idee. En vanuit daar het idee uitgerold eigenlijk ook nu vanwege corona, om toch een blijvende herinnering aan dit jaar over te houden. Mm-hmm. Dus toen zijn de sokken ontstaan. Ja, dus zonder corona waren die sokken er niet geweest? Jawel, die waren er anders ook wel geweest. Ook geweest. Ja, maar okay. Dit is natuurlijk wel een extra aandachtspuntje. Ja, waar zeker. Je altijd iets blijvends overhoudt. Ja. Mag ik ze voelen? Want dan heb je het over gerecycled plastic. Klinkt heel hard, hè? Ja, nee. Dus en ik dat kan toch nooit lekker zijn aan je voeten? Ik geef er ook jou even in. Ja, ze zijn echt super zacht. Maar dat voelt niet als plastic, nee. Nee, ze zijn hartstikke zacht. En alle maten, dus ook voor de kleine maten. Ja, het zijn 2 maatvoeringen. Vanaf 36 lopen ze inderdaad en vanaf 40. Dus 2 maatvoeringen. Ja. Nou, dit is gelijk de goede maat voor mij. Mag ik hem houden? Ja, dat mag zeker. Nee, echt superleuk idee ook om te bedenken. Juist omdat het sokken zijn, vind ik het ook zo origineel. Omdat het zo past bij de Vierdaagse. Ja. En toch iets wat ook met de feesten te maken heeft. Dus je hebt echt de brug geslagen. Ja. Heel leuk. Ja. Ja. En kunnen we de outfit nog helemaal compleet maken? Is er nog meer dan alleen de sokken? Of moeten we het doen met de broek optillen en kijken eens wat ik aan heb? Uiteraard. Ja? Nou, vorig jaar hebben we de pinnetjes laten maken. Dat was toen een uniek item en die hebben we nog steeds. Dus met een pinnetje op, met sokken aan, kun je de Vierdaagse feest dit jaar helemaal doorkomen. Ik zie het dan helemaal voor me. Over 10 jaar heb je dus 10 verschillende items. Ja, die je langzaam kunt sparen. Precies. Ja, dan worden het echt collectors items. Mooi. Ja, wie weet. En wat ga je zelf doen dit jaar, Suzanne? Want het is natuurlijk een beetje anders dan anders. Ja, het is inderdaad anders dan anders. Je kunt de sokken dit jaar gewoon elke avond aan tijdens Vierdaagse feesten online met Omroep Gelderland. Hebben we elke avond een ander thema. Je kunt de stad in met de sokken om de Vierdaagse Feest City Game te spelen. Dus er is van alles te doen. En uiteraard de terrassen. Binnen het programma. Dus en jij gaat ook op stap? Uiteraard. Zover het kan, inderdaad. Dus binnen leuk. De regels. Ja. Ja, leuk, gezellig. Mooi. Nou, veel plezier ermee. En draag de sokken natuurlijk. Doen we. En fijne Vierdaagse feesten. Dank u wel. Gaat goed komen. En een fijn weekend. Hetzelfde.